Via banjo.nl vraagt Demi en mij: Bardo, wanneer komt er een nieuwe video en waar gaat deze dan over? Yo, wat up gast die deze vraag heeft gesteld die ik kon gebruiken om deze video goed in te leiden. De video die jij nu hebt aangeklikt is mijn allernieuwste video. En waar gaat deze video over? Over alles en niets. Ik ga trouwens even dit voorstellen. Dit is de Care Bear. Dit is mijn mascotte voor deze aflevering. Ik zag hem liggen en ik moest hem meenemen. Even scherp. Ja. Yes. Laten we doorgaan. Het is een Q&A, oftewel een question and answer, oftewel vraag en antwoord, oftewel ik ga jullie vragen pakken en ik beantwoord ze. Duidelijker kan je niet hebben. Dus mensen, eigenlijk kunnen we nu gewoon beter beginnen met de allereerste vraag. Eigenlijk de tweede. Via YouTube vraagt Sam Damen: Bardo, hoe versier je een meisje? Natuurlijk weet ik hoe je een meisje moet versieren. Stap 1 is de slingers. Een van de belangrijkste dingen die je niet moet vergeten is haar mond op te vullen. Want het is wel fijn als ze niet meer kan praten. Sterker nog, weet je wat, we vullen het hele gezicht gewoon op. Dan hoef je tenminste ook geen zak om de hoofd te doen en ze heeft tenslotte meerdere gaten. Via banjemoeies.nl vraagt la mij: Bardo, kan je jezelf voor schut zetten? Kijk, nu sta ik dus echt voor schut. Ding, hè? Via banjemoeies.nl vroeg Ramos mij: Bardo, kun je darten? Huh? Oh. Via banjemoeies.nl vraagt Bardo: Bardo, heb je Twitter? Zoals elke andere YouTuber heb ik natuurlijk ook Twitter. Ik gebruik mijn Twitter voornamelijk om nutteloze dingen te tweeten. Laatst deed ik dat ook. Ik had getweet op Twitter: betere frikandel je broccoli vinden dan andersom. Even nadenken, je snapt hem. En daarop kreeg ik de volgende reactie. Ik zweer het je, ik heb hier zo lang over nagedacht. Ik dacht eerst dat ik iets gemist had of zo over Tsjechië en frikandellen. Desnoods over Tsjechië en broccoli. Alleen niks bleek minder waar. Deze gast heeft dit gewoon uit het niets getwitterd. Kut Tsjechen. En toen dacht ik bij mezelf, zou hij dat altijd roepen? Ah, oh, gods kut Tsjechen, warm. Daar is hij. Oh, hier is hij, nice. Kutjeggen! Nee, ik ben toch op tijd thuis? Waarom maak je nou weer zorgen om... Oh, kutjeggen! Hoezo is het papier op? Je kan wel printen, kutjeggen! Ja, nee, ik kom straks naar je toe. Eerst even eten, oké? Okay? Later, yo. Kutjeggen! Ik vond die gedachte zo grappig dat ik het dus heb verwerkt in deze Q&A. Je kan me altijd volgen op Twitter. twitter.com/BardoAllens. Volg me gewoon op Twitter, linkje in de beschrijving. Via YouTube vraagt Daan Vrijlink mij: Bardo, kan je pompen? Oh, hij wordt hard. Oh. Oh, het is hier hard. Via banjemoes.nl vraagt Anouk mij: Bardo, hoe kom je zo vaak in de media? Het klopt, ik ben de laatste tijd heel veel in de media. Ik ben bijvoorbeeld voorpagina nieuws geweest bij de Metro. 2011 stond ik in de Google jaarlijst van meest gezochte persoon. Daarnaast ben ik ook nog een keer aankomende zondag te zien in de tv-serie Who's In, Who's Out, want ik heb door jullie een rol gewonnen. En op mijn tweede kanaal youtube.com/Bardo, abonneer er even op, heb ik het aan jullie voorgesteld en jullie ondernemen actie. Hartstikke bedankt daarvoor en ik mag namens Who's In, Who's Out jullie de allereerste preview geven van de aflevering waarin ik de hoofdrol speel. Als je de volledige aflevering wil zien, moet je zondag 5:05 op Nederland 3 het even checken. En als je dit kijkt na zondag, check even de beschrijving, daar staat het linkje. Nee. Privéterrein. Ik weet wat je komt doen. Rattenhoren in het riool. Laat je hier niet meer zien. Hey, schoonheid. Maria, kan je me even helpen? Het ligt eraan. Ik moet de school binnenkomen. En wat heb je daarvoor over? Kom maar eens mee. Wat denk je? Ik heb een heel interessant aanbod voor je. Via MSN vroeg mijn moeder mij: Bardo, wanneer ga je weer eens je kamer opruimen? Dat ga ik zo doen, man, want hieronder ligt nog heel veel te zooien. Alleen dat zie je niet omdat ik er een laak overheen heb gelegd. Bedankt voor de vraag. Via YouTube vraagt Ferry Noek bij: Bardo, hoe lang zijn jij en Anouk samen? Ik ben 1,90 meter. Ik ben 1,70 meter. En dat is samen? 3,60 meter. Alsjeblieft. Via YouTube vraagt Pilot Dreams mij: Bardo, kan je opdrukken? Natuurlijk kan ik opdrukken. Waar zie je mij vooraan? Ik kan op de deurbel drukken, ik kan op een lamp drukken, ik kan op de afstandsbediening drukken, ik kan op kuifje drukken, ik kan op de haarspray drukken, ik kan op een appel drukken en ik kan op een meisje drukken. En ik kan niet alleen op een meisje drukken. Nee, ik kan ook heel goed op een meisje. Via YouTube vroeg Patat met 1000: Bardo, wat is volgens jou de zin van het leven? Wat is de zin van het leven? Nou, eigenlijk is die er gewoon niet. Het leven heeft geen zin. Vaarwel, wereld. Bardo? Ja? Gaat alles wel goed met je? Ja, het doet een beetje pijn. Wat doe je?
Laat me zitten, ik zie het licht. En je kijkers dan? Wat is er mee? Hoe moeten ze dan de video delen? Via MSN, Hives, Google Plus, Facebook? Hoe moet dat zonder jou? Dat moet jij ze toch uitleggen? Ja, maar ze kunnen toch ook gewoon die link kopiëren en doorsturen? En abonneren dan hierboven? Dat moet je ze toch uitleggen? Ze zullen gewoon op het abonneerknopje te drukken, dat weten ze wel. En wie moet ze dan laten checken? Ja, doe jij dat maar. Zeker weten? Ja. Gasten, ik check jullie later.